Sensationele ontknoping, maar het is hem gelukt. Max Verstappen is wereldkampioen in de Formule 1. En ondanks dat hij niet uit onze regio komt, zijn toch heel veel Dordtenaren trots op hem. Meneer, kunt u het nog droog houden? Nou, nee. Echt niet. Dit hebben we toch allemaal voor gedaan. Tenminste, hij. Eindelijk kampioen. De laatste ronde was gewoon zoals alles rare omstandigheden in Formule 1. Je weet het maar nooit. Maar de doorzettingsvermogen en het talent van onze Max is vandaag gewonnen. Wat is hier gebeurd? Gewoon, we hebben gewonnen. Ik heb het je toch gezegd, er gebeuren nog dingen dat we kunnen winnen. Ja, maar op deze manier? Nee, dat kan ik niet voorzien. Dat kan ik niet voorzien, maar we hebben wel gewonnen. Al leek het er heel lang op dat niet Max Verstappen, maar Lewis Hamilton de WK-titel ging pakken. De Brit had een raketstart, zagen ook de 40 fans in het Dordtse café Merz. We zijn halverwege. Heeft u nog nagels over of niet? Eigenlijk niet meer. En ik denk ook niet meer dat het gaat gebeuren. Dus helaas gaat Hamilton er weer mee weg, ben ik bang. Ik hoop dat hij wint, maar ik weet niet zeker nog. Ja, want hij ligt nog tweede, dus er moet er nog wel wat gebeuren natuurlijk. Ja. En zo geschiedde. In de laatste paar rondes kwam er een safety car en Verstappen greep de laatste kans om Hamilton te passeren. Dat zo'n klein land dit kan maken, dat is toch geweldig. Ja, dat zijn grandiosies. Op de laatste ronde sinds het maken, Hamilton een beetje af te roepen. Geweldig. U bent er al vrij snel nuchter bij u. Verder, ik heb nog maar één biertje op, dus ik ga er straks nog één halen. Ja. Ja, dat is fantastisch. Ik hou er veel van om te kijken mensen die heel veel talenten hebben. En dat is vandaag is een feest vandaag. En zo kon het feest toch nog lang door blijven gaan. Al was de afterparty grotendeels ergens anders, want ook Café Merz moest om 5 uur de deuren weer sluiten.